Hi en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Ik ben druk bezig met het verbouwen van mijn koplopers. Ik gebruik deze half beschadigde eigenlijk als een soort van frame om alles in te bouwen en mee te experimenteren. Ik heb inmiddels de kappen, de nieuwe LED's, nieuwe rode LED erin gezet en ik heb ook een witte LED hier onderin gemonteerd. Er zitten nu alleen nog maar een paar kabels aan. Wat ik van plan ben, is zoiets als dit te bouwen met een connector eraan. Deze bleek veel te kort, dus die ga ik los solderen en weer opbergen. Maar voor de kappen nu, ik heb deze. En de andere, ze zijn redelijk identiek. Nou, die komen straks dit einde zo te staan. Het is een beetje puzzelen met hoe ik dat rondom deze pin ga doen. Het is een beetje knippen en plakken eigenlijk. Maar ik denk dat het wel gaat lukken. Nou, hier komt de plug nog op. Zodat ik de kap waar dit zwart stuk in zit er zich heel af kan halen. En los kan halen. En dan aan ze opzij kan leggen zonder dat het dus er aan vast zit. En deze dingen moeten af en toe nog eenmaal schoongemaakt worden of gerepareerd worden. Nou, zoals je kunt zien, de motor is hier al uit. Ik had even gekeken welke van de motoren ik zou gaan slopen. En ik ben toch voor deze gegaan. En toen ik hem openmaakte, moet zeggen, ik was verrast. Dit is... Het zijn redelijk late Lima-terreinen, denk ik. En tot mijn verbazing, er zitten geen koperplaten in de motor, maar heb ik hier een magneet. Het is of aluminium of ijzer. Ja, wat natuurlijk een stukje minder goed geleid dan koper. Even kijken, ik heb hier een magneet. Dan ben ik toch benieuwd. Nou, het is niet of nauwelijks magnetisch, dus ik vermoed dat ze er aluminium voor hebben gebruikt. Het is natuurlijk een stukje goedkoper. Maar of het de rijprestaties of de motor ten goede komt, dat betwijfel ik zo. Dus dat blijft hangen. Ik betwijfel of dat echt de motor ten goede komt. Maar ja, aan de andere kant, we hebben het hier over een Lima motor, dus die zijn sowieso niet geweldig. Ik ga in ieder geval verder met het vervangen van de motor door een CD motor. Heb ik hier ergens liggen. Het is hier nog steeds een rommel. En als je daar meer van wil weten, ik heb daar al eerder video's over gemaakt over hoe je dat moet doen. Het komt erop neer. Je pakt de kap, je haalt hem uit elkaar. Je haalt hier alle koper van af tot je uiteindelijk komt bij alleen maar het plastic. En dan moet je dit tandwiel eraf zien te krijgen. En met wat heat shrink kun je dit tandwiel er terug op zetten. Met motor en al hierin stoppen. Trouwens ook al een handigheidje. Als je tank scherp genoeg is, kun je hem het tandwiel er precies afknippen. En dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt. Van deze kun je verder, ja, heel later, je hebt er dan toch niets meer aan. Inmiddels heb ik de motor vervangen voor een cd-spelermotor. Ik heb me even aangesloten met dit breadboard op een Fleischmann trafo. En hij staat nu op 50 en hij rolt al heel langzaam. 100, 150 en 200 is natuurlijk herrie. Maar hij loopt lekker, ook terug gaat goed. Dus deze, gesmeerd en alles, kan dadelijk in elkaar gezet worden, verder in een trein gebouwd worden.
Het zal niet deze zijn. Maar dat zal een van de nieuwe zijn. Zo, de nieuwe motor zit er inmiddels in. Ik zag wel, ik zet deze even weg. Dit is de motor die erin zat. Deze heeft zwarte wielen. Misschien er wel beter bij past, maar ja, is nog wel werk. Deze heeft wel een koper binnenkant. Maar ja, ik ga even kijken. Misschien dat de zwarte wielen wel mooier zijn. Als die ook een beetje fatsoenlijk glijden. Dan kan het zijn dat ik nog eventjes wat onderdelen wissel. Het ligt een beetje aan het eindresultaat. En hoe goed het zichtbaar is. Goed. Deze die zijn ook inmiddels redelijk gedroogd. Ik ga er nog een beetje lijm op doen. En ik ga later verder met de juiste weerstanden hierop zetten. De connectoren eraan verbinden. Ik sluit dan ook meteen de digitale besturing aan. Zodat ik goed kan kijken voor de voltages. En wat mooi werkt en wat niet. In de tussentijd kan ik met deze setup nog wat experimenteren hoe ik dit toch zo netjes mogelijk weg ga werken. Want het zit nog niet helemaal lekker dat het zo omhoog steekt. En ik merk wel dat het ledje in de witte led ook nog niet zo goed vast zit. Dus ja, hier ben ik nog wel even mee bezig, denk ik. Zoals je ziet. Ik hoop dat dit een beetje interessant is. Voor mij is het ontzettend leuk om met deze koplopers bezig te zijn. Ik wil dat er al heel lang een. En ik ga er nu ook meteen helemaal voor. En ze helemaal maken zoals ik wil. Dus dat hier een stuk hout wat elke keer omvalt. Zo. Dus ik ga hier nog lekker mee verder. Ik denk dat het eindresultaat best mooi zal zijn. Nu nog een baan. Maar goed, dat is elke keer. Nou, ik zou zeggen, like, deel de video en mocht je nou nog wat spullen hebben liggen waarvan je denkt, nou, ga er eens op los, stuur me een bericht. Misschien kunnen we wat regelen of afspreken. Ik bedoel, ik ben altijd wel op zoek naar nieuwe of eigenlijk oude treinen om te verbouwen of misschien wat te repareren en er wat van te leren. Anyway, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.